Ja, maar je bent ook maar zo'n kind. Ja, best wel. Zo bij te spelen? Ja. Oh! Nu wil ik het ook proberen. Nee, oh! Je doet het verkeerd. Helemaal niet. Ik zei toch dat ik het kon? Gast, please doe het op voor mijn vlog. Oh! Yo! Go Rijtjes, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben hier samen met Milan. Is het Enzo? En wij gaan vandaag de best friend tag doen. Ja. Yeah. Want ja, want we zijn best vrienden. Best friend. Oké, laten we niet te veel om gaan draaien. Nee. Laten we gewoon beginnen met de vraag. Het zijn er 55. 55? Ja, we gaan de leukste eruit knippen. Oké. Okay. Of nee, die laten we erin. Oh, vandaar dat je knapt. Oh. Je knipt altijd het leukste moment eruit. Oké, vraag 1. Wanneer en hoe hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? Ik denk online, want dat was ook online. Ja, dat was online. Dat was bij een potje Wiestel. Ja. Ja, toen deed je heel raar. En toen dacht jij, die jongen die heeft talent, toen voegde hij me toe. En zo voegde mij toe, niet andersom. Ja, dat klopt. Ik scout hem. Maar voor het eerst, dat was in Eindhoven, de dag voor de Dutch Beach Wedding. Ja, toen zagen we elkaar voor het eerst in real life. Ja. Wie is de held van je beste vriend? Oh, wie is mijn de held? Oeh, dat is moeder. Je moeder. Dat is ook een... Ha! Jouw held. Ja, wie is mijn held? De ene Chinees van de Hangovers. De held? Ja, ze is een van de helden. Oké, okay, yeah. Als je naar een plek op gaat op aarde, waar zou dat zijn en waarom? Ik denk dat Enzo naar een warm land zou gaan, sowieso. Omdat er veel zon is, hè? Ik krijg een lekker mooi kleurtje. Ja, dat zijn kleurtjes, hè? Denk Hawaii. Hawaii? Hawaii vind ik wel iets voor jou. Ook sowieso omdat je altijd iets Hawaii heeft. Ja, dat is best een goeie. Ja. Heb je zelf niet over nagedacht? Nee. Nee, maar ja, hij doet het denkwerk voor mij. Waar denk je dat ik naartoe zou gaan? China. Oh, sowieso. Ja. En dan naar een sushi restaurant. Dat is ook toch aan Japan moeten? Nee, ik kan ook sushi aan in China. Wat is mijn favoriete kleur? Ik denk dat die voor jou rood is, want alle logos en zo zijn rood bij jou. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, nu voor mij. Het is wel een beetje half roze, maar meer van. Half roze? Ja. Wat is mijn favoriete kleur? Nee. Ik denk zwart. Je hebt altijd zwart aan. Nee, helemaal niet. Helemaal wel. Kijk, je hebt zelfs zwart haar weer. Weer? Blauw. Blauw? De hele kamer is blauw. Wat is ons favoriete voedsel? Biefstuk. Ja, biefstuk. Oh, sorry. Het gaat om ons. Ja, ook om ons. Ja, biefstuk. Inderdaad. Biefstuk is ons favoriete voedsel. Altijd als we bij elkaar komen eten, biefstuk. Gewoon vanavond eten. Biefstuk. Wat is je beste vriend's grootste angst? Dat voor jou weet ik. Jouw grootste angst is je handen voor je ogen houden, niks kunnen zien en dan gaat iemand anders wat met je doen. Ja, als ik niet weet wat er gebeurt. Dat is dus dat je geen controle hebt. Ja. Wat is jouw grootste angst? YouTube-kanaal bij het niet een angst, maar het zou wel kut zijn. Als je beste vriend verlaten werd op een eiland, wat zijn drie dingen die jij niet kon. Waar je niet zonder kon? Zeg ik dat moeilijk. Oh. Oké, okay, eentje dat is. Jij noemt die van mij of en ik die van jou? Ja, sowieso internet. Water, als je geen water neemt, ga je door. Kan je echt zonder? Toiletpapier. Nee, ik mag gewoon bladeren. Ja. Of een A4'tje. Ja, vaak niet zwart. Krant. Oh, nee, ja, internet sowieso, water zou ik sowieso al meenemen. En... Wat zou je nog meer mee? Computer toch? Nou ja, als ik niks aan internet. Ja, computer. Ja. En hoef je niks te eten, dat komt vanzelf wel. Kom op, zo. Als eet gewoon bladeren. Of vegetariër. Wat zou ik meenemen? Computer, internet, sushi. Oeh. Dat is best een goeie. Ja, ja, of misschien Jamie nog ergens ertussen. Waarom noem je mijn vrienden niet ertussen? Ja, waarom zou je haar meenemen naar een onbewoond eiland? Dat is nu onbewoond. Wat zijn twee dingen die je beste vriend niet over jou weet? Wow. Oh. Holy shit. Ik ben een tijdje homo geweest. Nog steeds. Nee, je bent nu bi. Maar dat wist ik. Ik kan poep 2 meter ver spuiten. Dat kunnen jullie nu wel weten. Nee, dat is niet zo. Dat ik allergisch ben voor noten? Wist je dat niet? Nee, wist je niet dat? Wist je dat? Dat ik nergens was vernomen? Nee. Ik kan sommige noten kan ik niet eten. Oh, dat is goed dat je het zegt. Krijg ik overal jeuk en zo. Ja? Ja. Nee, dat is één. Ben ik al 2 keer naar China ben geweest? Dat is niet. Dat is ook niet. Dat is er een week van. Oh. 2 dingen die jij niet van mij weet. Dat ik van blondjes heb. Dat wist ik ook. Oh, je hebt 1 brunette vriendin gehad, toch? Ja, ooit.
Ja, daarom is het duidelijk. We vertellen elkaar gewoon te veel. Dat is, ja, dat is juist heel goed als je niks weet te vertellen. Want dat betekent dus dat je gewoon geen geheim alles hebt verteld. Hoe zou je de beste vriend, zijn ideale partner slash echtgenoot beschrijven? Bij Enzo moet je het niet erg vinden dat hij soms een beetje te laat is. Dat sowieso. Ze moet biefstuk kunnen maken. Dat is anders met heel ongelukkig. Nee, ik denk juist dat het wel iemand moet zijn die juist een beetje een richting geeft aan jouw leven. Eerst stond Enzo om 3 uur 's middags op of zo. En dan zegt hij goedemorgen. Ja, dat op tijd komt. Dat is echt gewoon jouw ding, hè? Dat is echt mijn ding. Vaak te laat. Op tijd komen. Nou, gewoon iemand die Enzo een beetje begeleidt. Een beetje stuurt. Ja. Ja, je bent ook nog een keer best wel. Zo bijspelen? Ja. En bij jou denk ik toch dat het is dat ze heel erg lief voor je moet zijn. Want als je een slechte dag hebt gehad, dan vind je dat wel fijn dat er iemand voor je is. En zeg van, dat vind ik ook echt heel fijn. Ik denk dat het iemand moet zijn die echt zwaar en iets heeft voor sushi. Ja. Want deze man die kan echt de hele dag door sushi eten. Na de derde dag. Ik kan wel vaak sushi eten. En ik denk dat de persoon zich heel erg moet inleven in wat jij doet. En begrip moet tonen wat voor werk je doet. En dat je best wel een druk leven hebt. En dat je het fijn vindt als daar begrip voor. Dat heb je eigenlijk gehoord, dat wel hetzelfde. Dus mochten we ooit single worden, you know what to do. Maken we zo'n formuliertje. Gaan we niet vanuit, hoor. Gaan we niet. Plonk, duurt het voordat je beste vriend zich heeft aangekleed? Wow. Ik kan op tijd komen. Nee, maar jij wordt altijd wakker. En als je nog een kwartier hebt, blijf je nog een half uur in bed liggen. Want dan kijk je een keer op de telefoon en denk je, kut, dan moet je douchen en alles. En dan kleed je best wel aan. Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. Binnen een minuut. Denk jij iets van 2 minuutjes, zo niet zo snel. Langzaam. Wat is je beste fiets en droombaan? Ik denk dat Enzo nu al zijn droombaan heeft. Dat weet ik wel zeker. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Oh. En Colin, de radio DJ. Ja. Ja, dat is wel mijn... Want je gewoon iets met media. Van wat we nu doen, maar misschien wel een stapje hoger. Ja, dan ben je in ieder geval een goede. Ja, we komen er wel. Wat bewonder je het meest over je beste vriend? Oeh! Ja, het is gewoon zijn penis. Nee. Nee, ik denk dat ik het meest bewonder aan Enzo is dat hij gewoon elke dag, ja, gewoon toch wel door blijft doen. Door heeft dat, zeg maar, ook YouTube gewoon constant blijft uploaden. En ook hard voor werk. En nou goed, dan krijg je er op een gegeven moment ook wel wat voor terug. Maar je moet het in het begin wel volhouden. Dat vind ik het meest krap en eind, want het komt niet zo aan, maar dankjewel. Alsjeblieft, wat heb je? Shit, ik dacht dat dit een moment was. Ik denk bij Colin dat ik het gewoon geweldig vind hoe hij je dag kan opvrolijken. De humor die in hem zit is zo fucking duivels. Duivels? Dat het gewoon grappig is. Nou, hij heeft echt humor dat uit een hoek komt waarvan niemand die hoek heeft gezien, zeg maar. Dus het is echt een persoon die hele bijzondere humor heeft. Het moet wel echt een beetje in je genre zitten. Maar je moet het leuk vinden. Maar ik denk dat het met alles is, dat je het gewoon leuk moet vinden. Maar ik denk dat het gewoon leuk is. En als je daar niet om lacht, dan lach je wel om zo'n verschrikkelijke lach of zo. Dat is best wel mijn lach. Nee, dit is leuk. Wat is je favoriete inside joke? Black Tarzan. Black Tarzan. Black Tarzan. Ja. Nou, dit is een yellow Tarzan. Ik ga wel even mijn bananen eten. Maar je lust helemaal geen bananen. Nee, maar het is goed voor je. Daarom eet ik het. En als ik mijn kotsen staat te filmen. Ja. Dit vind ik zo goor. Dat zwarte stukje brand op. Het zit er nog steeds op. The fuck? Pak de, waar is de muizen van? Hey, mijn broek! Is dat een banaan in mijn broek? Oh, sorry. Kom op! Ja, dat wist je ook, ik ben bang voor bananen. Je bent echt een scheidtuinhoek, hè? Soms wel. Ja. Als ik zo. Oeh, ik krijg er wel kippen van. Wat is het ene ding dat je beste vriend zou willen hebben voor zijn verjaardag? Een date met Kate Upton. Zou je dat willen? Nee, voor jou? Nee. Niet? Ja. Nee. Gewoon een date, hè? Niks meer dan gewoon een date. Nee. Misschien dat ze ongeluk valt omdat ze met de titel op zich valt. Maar dat ze ongeluk is wel. Ja. Kan je dan ook niks aan doen? Ja. Gebeurt wel eens. Wat zou je voor mijn verjaardag willen?
Ik ga niet weer sushi zeggen. Nee. Wordt er eentonig. Ik denk je favoriete League of Legends team. Bij je. Steam bij je? Nee, je favoriete League of Legends team. Bij jou. Oh ja, dat zou vet zijn. En dan gamen. En dan voor ons met elkaar afgemaakt worden. Ja. En dan realiseer je hoe slecht hij werkt. En dan defensief worden. En hoe verjaardag met de vier. Heeft je beste vriend. Zie dat. Heeft je beste vriend ooit een open... Oh, nu is dat beste vriendin. Oh, zeg, de hele tijd staat beste vriend. En nu zeg ik in één keer beste vriendin. Oké. Okay. Heeft je beste vriendin ooit een operatie gehad? Ja, een kleine operatie, toch? Waar? Ja. Op je borst doen. Dat... Oh ja, klopt, inderdaad. Ja, dus ik... is dat de enige? Ja, ik had ooit een vetbultje hier. Die heb ik weg laten lezen. Ja. Dat was wel awesome om te zien. Ja, ik heb nooit een operatie gehad. Nee? Nee. Ik moet alles doen, hè? Mijn net vind ik echt niet. En dat was de video van vandaag. Is lekker. Ja, normaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duim omhoog achter te laten. En te abonneren als je het niet hebt gedaan. En ja, om elkaar te zeggen, ga naar Hens' kanaal. Nee, Hens heeft genoeg abonnees. Zie je, ik ben gewoon bang voor alles, gewoon. Oh my god! Volgende video op Enzo Knol. Motherfucker. Love.